En dit zijn dan de druppelplaten. Om even die vijf afwassen. En dit zijn dan de fietjes. Dus de glazen postuurpipetten. Die hebben een capillaire werking. Dus die moet je vaak ook nog een beetje doorblazen. En daarna moeten ze dan in de stoof. En die moesten verder drogen. Hier zetten we even de stoof aan. En er wordt een warme lucht van 30 graden ingeblazen. Nou, en over 2 dagen moet het redelijk droog zijn. Nou, verder zie je gigantisch veel reageerbuizen. Op 8 grote badhanddoeken. Maar die hebben nou weekend gedroogd, dus die kunnen nu in de witte voorraaddozen. Zoals deze. En zo kunnen de druppelplaten weer terug. Hier. Hier heb ik de spuitjes, die moeten we ook even doorbladen. Dit rek. Daar gaan we dan ook de fiepjes, de ballonnetjes, te drogen. Dus die kunnen ook weer in de voorraadbak zo meteen. En dit is net uit de 5e afwas gekomen. Je moet 5 keer een afwas draaien. En deze die moeten we nog even drogen. Er zit nog veel water in, moet ik hem uitblazen. En die liggen dan in dit plastic bakje. En die zet ik dan in de afwasmachine. En de reageerbuizen zet ik natuurlijk in de korf. Ja, dat is een gigantische afwas.